Elke dinsdag bespreken wij bij Gamers at Gear de laatste tech gadgets in gear. En soms heb je zoiets van, jee, wat is het toch bijzonder. En we hebben het al eerder gehad, maar we gaan de Tobii Eye Tracker 4C behandelen. En een eye tracker trackt je eyes. Ja, what's in the name? Ja, dit is heel duidelijk wat het is, maar het is voor gamers volgens mij toch nog een soort van vaag wat het dan eigenlijk doet. Als je het heel vaag vindt, kijk die vorige aflevering van Gamers at Gear, waarin we er eentje behandelden, de iX, die in een MSI-laptop zat. Niet de vorige, maar nee. De vorige waar we een eye tracker behandelden. Ja, dat was ook de vorige editie van de eye tracker, dus de nieuwe eye tracker van Tobii. En ja, wat doet het? Het is inderdaad ook een beetje vaag. Je kunt ermee je games besturen, maar niet als in je ogen worden een poopje. Maar je kunt bijvoorbeeld het scherm infinite maken door te kijken naar de hoek van het scherm. En dan beweegt de camera automatisch met jou mee. Dat lijkt me zo raar om mee te maken. Want volgens mij ben je dan heel bewust heel erg aan het kijken. Gewoon heel erg, ik moet nou heel erg naar linksboven, Het ligt er een beetje aan. Of is het heel intuïtief? Het ligt eraan hoe games het implementeren. Maar het komt er wel op neer dat soms is het heel intuïtief, soms gaat het wat meer dat je inderdaad zoiets denkt van oh ja, laat ik dit maar even met mijn ogen doen en dan ga je daarop focussen, weet je wel, letterlijk. Nee, maar er zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen, weet je wel, zo'n weapon wheel of zo, dat je dan een kant op kijkt, bam, dat je hem dan al geselecteerd hebt. Ja, een kant op kijkt, maar je kijkt gewoon niet een kant op, maar je kijkt dan naar de bijl die je wil selecteren. Ja, precies, en dan is die al automatisch geselecteerd. Sterker nog, het werkt ook met alt tabben. Als je gaat alt tabben, kun je ook gewoon kijken naar het venster wat je wil, wow, wordt die meteen groot. Dat is, ja, op zich, Tobii heeft allerlei... Maar is het dan niet te snel, want in de, zeg maar, de flow dat je kijkt van de eerste tap naar de derde tap, kom je langs Nee, ja, je moet natuurlijk wel de alt-tap combinatie loslaten. Zodra je alt loslaat, selecteer je eigenlijk. Maar dat zijn allemaal van die kleine dingetjes wat Tobii allemaal implementeert. Ook het feit dat het Windows Hello erop werkt. Dat je gewoon aan kunt melden door alleen maar te kijken naar je computer. Zegt hij, dat zijn jouw ogen, welkom terug. Maar ja, ook als je inscan, ja. Ja, maar ook als hij zegt van, ik zie geen ogen meer. Dan gaat het scherm automatisch dimmen of op screensaver. Want dan heeft hij zoiets van, je bent er niet. En zodra je komt zitten, heeft hij zoiets van, ogen. Iemand kijkt naar het scherm, hup, scherm weer aan. Zo discriminerend voor blinden. Mensen. Ja, heel discreet. Je hebt toch ook ogen? Dus ja, het is waar. Het is, dan gaat het scherm voor zijn. Ja, nee, ja, dat is inderdaad wel een beetje Walking Dead. Hè. Hey, maar, jij hebt het gespeeld met Real Farm. Ja, daar kun je hem ook mee winnen trouwens. Dit is, ja, we geven de Tobii Eye Tracker weg samen met Real Farm. Klik even door in de video in de beschrijving of het staat in beeld of weet ik veel. Ja. Maar nee, ik heb hem getest met Real Farm. Hij werkt met een heleboel verschillende games. Sowieso Ubisoft steunt Tobii altijd heel erg sterk. Eigenlijk alle Ubisoft games werken ermee. Bij Assassin's Creed heb ik het gespeeld. Dat is wel bijzonder hoor. Ja, maar ook de bijvoorbeeld Steep en de Division en dergelijke. Ze doen best wel veel dingen met Tobii Eye Tracker, maar ook Real Farm. En dat is natuurlijk ook een beetje, dit heeft heel erg veel nut binnen de simulatoren. Want bijvoorbeeld met een Euro Truck Simulator, als je met een stuurtje bezig bent, heb je niet een pookje om rond te kijken. Maar je hebt wel nog steeds je ogen vrij. Dan kun je gewoon rondkijken in je cabine zonder daarvoor iets erbij te moeten pakken of een muis of zo. Dat is toch wel leuk gedaan, vind ik. Ja, nou ik zit te denken van als je nou rechts in je cabine kijkt, dan zit je beeldscherm natuurlijk niet meer. Dus nee, maar het is ook niet, het is geen head-tracking, het is een eye-tracker. Want dat is inderdaad wat ik met het eerste model ook heel erg veel ging doen. Ik had zoiets van, je moet kijken met je ogen, dus dan ga je... ga je ook kijken met je gezicht, terwijl hij is best wel precies. Het werkt gewoon met een aantal infraroodsensoren, dus die zien echt die minuscule bewegingjes van links, rechts. En dat is best wel leuk dat gewoon daarmee al werkt en dat het gewoon merkt van, jij kijkt nu naar dit gedeelte op het scherm, dus misschien wil je ook wel richten op een vijand hier of hier aan de hendel trekken in je cabine en dergelijke. Het is allemaal iets subtieler dan je denkt. Het is niet heel erg van, wow, je kunt een hele game besturen met je ogen. Het is gewoon die kleine, weet je, dat extraatje voor simulatoren. Maar het werkt wel heel goed, want je hoeft dus niet zo erg je best te doen om gezien te worden. Ja. Letterlijk, of om je ogen gezien te laten worden zijn hebben. Nee, het is het apparaat zelf werkt gewoon heel goed. Het apparaat zelf werkt heel goed en het heeft ook weer... je ziet nou dat ook een aantal e-sports partijen, leaks, dat die hem ook standaard in de schermen zetten. Zodat als je een stream kijkt van de e-sport, dat je ziet waar de schieter, waar de pro naar kijkt. Ja. Dat is ook wel leuk. Je kunt het ook verwerken in je streams. Bijvoorbeeld dat je een... Ik zag al dat verschillende mensen op Mixer iets hebben dat je aan kan klikken, dat je wel of niet kan zien waar die persoon naar kijkt. Dat is bijvoorbeeld ook heel leuk in bijvoorbeeld een PlayerUnknown's Battlegrounds. Die game werkt niet met Tobii Eye Tracker, maar als je dat gaat streamen is het wel leuk om te laten zien aan je kijkers van ik ben nu zo de horizon af aan het scannen of ik denk dat er in dat raam iets zit. Je hoeft het niet aan te wijzen, je hoeft het niet te beschrijven. Je kijkt er alleen al naar en mensen zien zo'n blob daar. Ja, leuk. Wel leuk.
Ja, vet. Ja, allemaal van die vette dingetjes. Het kost alleen wel 140 euro. Ja, vraag me af of dat veel is. Ik vind het wel een mooi stukje tech. Het is een heel mooi stukje en tech. En het is ook een Uncharted stukje tech. Maar je kunt niet zeggen voor 140 euro, we hebben ook modelletjes van 40 euro op de markt van Trust. Nee. Dat werkt ik niet. Zou dat zou ik dan ook weer niet vertrouwen als er een derde partij in één keer bij komt om dit ook te doen. Want hoezo niet? Toby doet dit al jaren. Ja, die hebben echt, weet je wel, die hebben de al meerdere van dit soort sensoren gemaakt. Maar die zijn ook veel meer in gesprek met al die gamepartijen om te kijken wat ze kunnen doen met de technologie. En bijvoorbeeld dat e-sports nou oppakken, dat het door streamers leuk opgepakt kan worden. Er zit groei in. Er mogen alleen wel meer games van mij geïmplementeerd worden. Want Ubisoft en Toby zijn echt buddies. En Toby is buddies met een heleboel hardwarepartijen. Alienware, MSI, allemaal Acer en zo, dat soort dingen. Zorg er dan voor dat dit groter wordt toegepast. Of misschien wel meer met het oog op VR-achtige dingetjes. Ja, maar ik heb toch het idee. Reality. Nee, ja, ik snap jou wel. Het is ook wel leuk, maar het is ook niet zo leuk. Het is niet zo nuttig voor games. Laat ik het zo zeggen dat iedereen erop moet springen. Dan de Call of Duty morgen zegt, dit moeten wij hebben. Want potverdorie, dan is pas echt de shooterervaring hier. Nee, dat is het dat absoluut is, niet. Nee, maar dus krijg je een beetje een Philips EMBX. Wat ik vroeger had met die lampjes. EMBX, ja. Was super vet, maar dat ondersteunt ook bijna niemand. Omdat het gewoon niet relevant genoeg is voor een spelervaring dat het gewoon zoveel ondersteuning gaat krijgen. Dus ik vind het al heel net knap als Ubisoft 2 jaar terug. Ja, nee, Ubisoft blijft het steunen. Maar het is nog steeds net als wat we 2 jaar terug ook al besproken. Het heeft heel veel potentie, maar nu moet er nog eigenlijk wat groter op ingezet worden. Toby heeft de juiste stap gemaakt door het oude model nu goedkoper te maken en dit nieuwe model een heel stuk high-techiger te maken. Nou mogen er nog meer games en verschillende applicaties mee werken. En dan begin je langzaam maar zeker in iets te komen wat misschien wel nut heeft voor de gemiddelde gamer. Want nu is het misschien nog steeds wel een aardig niche-product. Ja. Nou, duidelijk verhaal. Dankjewel, Tom. Ga je hier ook over schrijven? Ik ga hier zeker een stukje over schrijven, okay. Maar natuurlijk doe ik gewoon mee met de giveaway. Want kun je Real Farm winnen en dit hele ding. En sorry, ja, we hebben de doos dus al opengemaakt en ik heb er al mee getest. Ja, ik heb de plakkertjes niet gebruikt, want hij moet heel mooi onder je scherm plakken. Ik heb allemaal met goedkope duct tape lopen werken in plaats van de plakkertjes. Zodat jij de plakkertjes nog hebt. Zodat als jij hem wint, dat je de plakkertjes nog kan gebruiken. Dat zou een beetje leuk zijn. Je wint de Toby Eye Tracker met Tom's eye erin, als het ware. Ja. Dus het is heel bijzonder. Bedankt voor het met kijken. Met mijn calibratie. Ja. Bedankt voor het... Oh, zo kijkt Tom. Ja, heel maar, bedankt voor het kijken deze week. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Gamers at Gear. Geen idee wat we dan gaan behandelen. Wil je echt alles weten over de Toby? Dan moet je vooral de geschreven review lezen en doe vooral mee met de Real Farm prijsvraag. Kijk daarvoor op gamersnet.nl. Je kan niet winnen via YouTube. Of alleen Facebook, of Instagram. Of wherever. Zoek het op. Maar je kan winnen via gamersnet.nl. Zoek het vooral daarop. Als je daar zoekt op Toby, dat komt goed. Trouwens, spoiler alert, dat geldt voor zoveel dingen. Waarom denken mensen altijd dat... Heb je gezien hoeveel views een giveaway krijgt op YouTube? Gaan we echt niet dingen weggeven? Nee. Nee, doe ik echt niet. Nee. Geen zin. Nee. Gamersnet.nl, dat is het leven. Oh, daar verdienen ze het. Op dat ding, sorry. Oh ja.